Perfect. Oh. Goed hier te zien. Oh, het is altijd goed licht hier. Ja. Ja, dit is een leeg atelier. Er is niks. Terwijl het is wel de plek waar je alles, al je de laatste 40 jaar of zo gewerkt hebt. Ja, achterlijk door hier de laatste 50 jaar zelfs dat ik hier gewerkt heb. Het was hier vroeger de deel, zoals het hier heet, van de boerderij. Een grote ruimte, heel donker. En toen had ik schitterend atelier. Alleen moet licht hebben natuurlijk. Dit is het noorden. Het kon niet mooier uitkomen. Het is niet helemaal, je kunt er niet door naar buiten kijken. Dat is natuurlijk ook goed. De belangrijkste reden is dat ik niet de hele tijd afgeleid word als ik aan het werk ben door naar buiten te kijken en naar de vogels kijken en naar de bomen kijken en zo. Dus dat je hier kan concentreren hierop. Ja, het grappige is dat je dus niet naar buiten wil kijken, omdat je hier bezig bent. Hier ben ik bezig. Vooral bezig bent geweest met een soort buiten te schilderen. Ja, inderdaad. Met je rug naar het buiten toe eigenlijk. In het licht van buiten heb je eindeloos landschappen geschilderd. Met mijn rug hier en dan op deze schitterende ezel die hier staat. Een hele oude ezel. Ja. Deze. Dus dan zat je hier je te concentreren, hier binnen je te concentreren op het weergeven van de zon en de lucht boven de rivier. Ja. Dan ging het altijd over de zon en over het licht. Ja, ja. Maar eigenlijk, als je jouw portretten ziet, en ook van de portretten die je hier hebt gemaakt, gaat het ook altijd over het licht. Want dan maak je een zelfportret, en trouwens ook een portret van mij ooit, in tegenlicht. Ja. Dus poseren tegen de achtergrond van het raam. Ja, ja, ja. Het licht is alles. Het licht, maar ook voor portretten dus, grappig genoeg. Ook voor, ik vind ook, dus speel je ook voor altijd portretten. Licht. Ook voor portretten. Ja. En ik, dat ik het zo consequent doe, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de eerste professor die ik op de academie had. Dat was de prachtige Groningse schilder Jan Wiegers. En die schilderde alles vlak. En dan zei ik tegen hem, ja, maar professor, kijkt u eens in de klas thuis hoe daar die jongen onder het raam staat en hoe mooi dat licht erop komt enzovoort. En dan zei hij, ja, dat heeft Vermeer al lang gedaan. Ja, die tijd is voorbij. Dus het was echt een modernist, alles oplossen in kleurvlakken en alles en niet, vlak. Geen licht erop. En schaduw. Ik vind het wonderbaarlijke van licht. Ook buiten waar dan ook is, dat daar licht en schaduw is. Dat is nou, dat maakt het licht onverbeterlijk met elkaar verbonden. Ja. Probleem is, ik was vandaar dat ik nu ook op een andere plaats bezig ben. Als je schildert, moet het licht op een doek komen. Hè? Dus, dus hier. Maar ga je jezelf poseren, dan wil je licht op het gezicht hebben. Ja, dus in het geval van een zelfportret. Dan zit je te werken met een spiegel. Ja, met een spiegel. Ja. Dan zet je die spiegel hier neer en dan kijk je in de spiegel. Maar dan is het doek in de schaduw. Je hebt of het gezicht of het licht op je eigen gezicht, of het licht op je doek, maar allebei tegelijk kan. Allebei tegelijk. Het hier niet. Nee. Kan hier niet. Nee. En dat is. Maar dat heb je ook weer. Daar heb je, van dat nadeel heb je ook gebruik gemaakt door zelfportretten in tegenlicht te gaan schilderen dan. Jawel. Maar dat gaat op een gegeven moment. Wil je toch ook. Dan krijg je alleen maar zo'n licht. Een soort aureooltje krijg je om je kop. Ja, als het heilige. Ja, nee, dat begint ook. Het is namelijk gewoon ook die clair-obscure, dat daar een gedeelte van het gezicht in de schaduw zit. Vind ik fascinerend. Wat maakt dit nou zo'n goed licht om bij te schilderen? Kun jij dat in woorden? Omdat het heel rustig licht is, dat noorden. Het is het noorden namelijk. Ja. En dat is een heel rustig, constant licht. Ik werk nu ook in de Kamer daarna, maar dat is op het oosten. En zelfs een beetje op het zuidoosten. Maar kun je uitleggen waar je rustig licht voor nodig hebt? Rustig licht is dat constant hetzelfde licht op het gezicht komt. Of op een stille, ik schilder geen stillevens, of op een stilleven, constant hetzelfde licht. Ja. Want dan ben maar ik dat binnen. Is eigenlijk gek, want je hebt dus hier het mooist denkbare licht. Heel rustig licht, kun je alles mee doen. Ja. En dan bedenk jij,
Ja. Dat je aan de andere kant van het huis in een kamertje gaat zitten waar veel, eigenlijk veel minder licht is. Absoluut. Om daar een nieuw zelfportret Absoluut. Te maken. Absoluut. En dat ik af en toe moet ophouden omdat er zoveel minder licht is. Ja. Dan is het af en toe in de winter zo donker dat ik niet verder kan werken. Zullen we even naartoe lopen? En hier kan ik constant werken. We lopen even naar het andere licht toe. Ja. Goed? Uitstekend idee. Dit is het vroegere atelier van mijn vrouw, Ferry Alink, die hier schilderde. Want die hield niet van het officiële schildersgedoe. En die wilde gewoon in de kamer schilderen. En die zat dan hier te werken, op deze plek. Hier, nu is het al voorbij tweeën, dus nou is er eigenlijk hier het vrij rustig licht, maar een heel warm licht is hier. Omdat de zon hier binnen schijnt. Of hier weerkaatst. Dus het is een heel ander soort licht is dat. Maar dan heb je dus eigenlijk weer dat ook in jouw portretten, of in je zelfportretten, dat het licht een rol speelt, hoe dat licht valt, het type licht. Ja. Verschillende soorten licht, zoals je buiten in het landschap steeds andere licht. Of andere soorten bewolking, andere soorten luchten. Steeds andere effecten schilderde. Zo wil je dat eigenlijk met je portretten en je zelfportretten ook. Want dan stel je jezelf tot doel. Nu ga ik een zelfportret maken met licht van opzij. Ja, ja. Toch? Als ik dan hier zit en ik kijk in de spiegel, dan is het meteen, hup, zie je daar zo aan de schaduwkant, zie je een tweedeling door het gezicht. Ja. Dus dat is een heel sterk clair obscur. Ja. Maar wat zijn nou eigenlijk de problemen als je zo met dat clair obscur gaat schilderen? Welk probleem moet je oplossen? Je hebt allerlei tonen. Je hebt tonen die zo donker zijn dat ze in de achtergrond verdwijnen. Als ik dan zo in de spiegel kijk, dan gaat deze kleur van de schaduw, die is nagenoeg net zo donker als het zwart van het vest dat achter me hangt. Ja, ja. En dat gaat dan over naar. Er is bijna niks meer te zien in die schaduw. Er is bijna niks meer te zien. Ja. Het is het grootst mogelijke contrast naar waar het licht op komt. En dat is dan niet alleen op mijn witte haren, maar dan op dit hemd. Daar knalt het van het licht. Het gaat van het hoogste licht tot de diepste schaduw. Ja. En daartussenin heb je al die tussentonen die er zijn. En op dit portret heb ik dan ook met het witste wit geschilderd. Titaanwit, dat kan niet witter. Maar met dat haar, dat is niet zo, dat is minder wit dan de kraag. Die heb ik dan geschilderd met kremserwit, loodwit. Een beetje gelige wit. Nou, dat is, het is gelig, ja, inderdaad. Nou, is er nog één belangrijk ding bij dit zelfportret. En het is dat je jezelf met je hand achter je oor hebt geschilderd. Ja. Dus dit zegt ook iets over jou op dit moment in je leven. Namelijk, je bent een oude, dove schilder. Dove man. Ik ben echt een oude, dove man. Ja. Dan gaat het mij niet om klagerig zelfportretten te maken. Nee, je kijkt er wel vrolijk bij. Zie mij aan, dove man. Maar mij gaat het erom om te proberen handen te schilderen. Dus ik wilde toch op een gegeven moment, ik wilde handen schilderen. En dat is onvoorstelbaar moeilijk en ik vind dat ik het nog steeds niet goed kan. En daarom heb ik dan zelfportretten gemaakt met handen. Eén keer heb ik er een vuist van gemaakt, een alarmknop. Laat ik dan zien. Ja. Maar dan gaat het mij om de hand en de ruimte tussen de hand en het gezicht. Ja. Als je schildert, dan doe je het met je hele lichaam. Dus als ik dan nu ook een paar uur geschilderd heb, dan heb ik ongelofelijke rugpijn. Ook al omdat je behalve schilder ook je eigen model bent. Dus je bent ook nog voor jezelf aan het poseren in een zelfportret. Ja, het heeft een nadeel, maar ook een groot voordeel. Omdat je met je eigen model bent, dan kan je zo lang en zo kort mogelijk kan je doorgaan. Met het schilderen. Ja, je hoeft het model niet te ontzien. Je hoeft het model niet te doen en je hoeft niet de hele tijd een gesprek met het model te houden. Wat je wel moet bij iemand anders, daar moet je constant mee praten. En dat is ontzettend lastig om je te concentreren op het gezicht. Op de kleinste finesjes in het gezicht, daar moet je je op concentreren. En onderwijl ook nog
schilderen, duizend, zijn twee dingen die bij elkaar komen, wat ongelooflijk inspannend is. Maar als je een zaalportret maakt, dan hoef je degene die je in de spiegel ziet, die hoef je niet te entertainen. Nee. Dus dat. Zo kijken we daar aan. Je zit dus soms, als je bij dat oor bezig bent met die hand, zit je zo. Ja. En tegelijkertijd te kijken, ja, en, ja, en te schilderen. Ja, tegelijkertijd. Je maakt het jezelf wel moeilijk. Ja. Ja. Dus kan je zonder weer, kan ik dat beamen. Potverdomme, wat mag ik mezelf moeilijk.